Hey mensen, je kijkt naar spooky En Welkom bij een nieuwe video. 1750 likes en dan weer meteen een nieuwe video. Hier is TVS, Torres, Callejon, Vidal, Pogba, Marquisio. Al die spelers, die had deze kerel. Team of the Year is natuurlijk ook uit. Gaan we dit jaar niks mee doen? Blauwe kaarten zijn leuk om te hebben. Maar ik heb het een keer gehad vorig jaar of twee jaar geleden. En dat is niet echt een meerwaarde dan met gewoon het leuke teampje waarmee wij spelen. Dus fuck de commercie. En die kerel scoort. Ja. De keel scoort 1-0 met zijn Marquisio. Was wel een heel mooi doelpunt. Hij kreeg ook de eerste kansen, zoals je ziet. Hij krijgt hier nog een kans met Fernando Torres. Doet hij mooie trucjes. Fake shot. Oh, mooi de doorheen. Fernando Torres, hoog balletje. En dan... <laughs> Hoe komt hij die over van 1 meter? Oké, okay, dus daar was ik best wel erg lucky. Op naar de tweede helft. En dan hebben we hier een mooi kopballetje weer van ID naar Emanie. En Emanike zo tegen de keeper aan. Alleen ja, de keeper lijkt helemaal niks nog steeds te doen. En de keeper die faalt. En hij zit er dus in. Martiens en Emanike are making sweet, sweet love. 1-1 dus, de 69 overal. Embakouhou zet ik erin. Toombia zet ik er natuurlijk in. En ook Tsubia zet ik erin. De man van 2 meter, 3 of hoeveel meter hij ook is. Volgens mij is hij 4 meter, want zo lijkt het wel. Hier is meteen Kogu. de man van 69 overal. Kogu. mooi de langs. Kogu 69 overal. Ja, met het schieten merk je dat soms wel een beetje. Mbakogu 69 overal. Komt er doorheen. Komt er doorheen. Mbakog 69 overal. Kort, kijk hoe Mbakogu zich voor de keeper hier stoort. Hoppakee, daar gaat hij. Dat is die Dumbia. Maar de keeper heeft een hele mooie redding daar. Dat soort dingen. Dat redt de keeper echt heel goed tegenwoordig. Maar dan is hier Dumbia. En Dumbia moet van ver komen. Maar hij komt daar gewoon. En Dumbia die rent en rent en rent. En kijk naar de keeper helemaal naar links. Terwijl ik hem gewoon in de korte hoek doet. Dus die is helemaal open. En makkelijk schieten we dan in de goal. Hier hebben we Doombier dan. Alleen ja, ik bleef maar rennen, rennen. 90ste minuut en het is sowieso over. 2-1, we winnen weer een wedstrijd. Maar dan is daar de volgende tegenstander met Remy, met Mirajas, Ashley Young, Jong, Oscar. Nou, valt eigenlijk wel mee ver. Rogo, Walker. Het is gewoon een normaal Premier League team. En ik begin met Mbakogu. En ook al was dit buitenspel, check deze bal van Mbakogu. Wat een mooie bal on target. En Monique schiet hem helemaal mis. Het was sowieso buitenspel. Toch zijn het altijd de mensen met een gemiddeld team die net even wat beter spelen... dan mensen met echt een super sterke team. Hij krijgt namelijk een heleboel kansen in deze... Hel. Hier is hij weer met CO. Alleen mijn tijdelijke keeper Joe Hart. Red maar en red maar en red maar. En dan gebeurt er iets heel doms. Ik denk dat ik niet aan het opletten was. Hier een corner. En dan wordt dat teruggekopt. Alleen ik doe hem er gewoon weer tussendoor. Dan doe ik hem daar ook weer naar de, zijn eigen speler. En dan kopt hij hem hier naar de ander die hem erin kopt. Helaas wordt het dan 1-0 voor PSG, zoals op het scorebord staat. Oscar die scoort. En dan moeten we onen. Gouden tip. Mbakogu heeft 69 overal. Is best sterk, is best snel. Dan kan je gewoon hier blijven lopen, lopen, lopen. En hij struikelt om. Die ander struikelt er overheen. Maar het is dan altijd een penalty voor mij. En zoals altijd doe ik hem in de rechterbovenhoek, as always. Die hebben we eigenlijk nooit gemist. En we maken dus de 1-1. Deze kill is hier alleen helemaal niet zo blij mee. Dus meteen, echt een paar minuten later, gaat hij alles proberen om er doorheen te komen. En dat lukt hem ook. Hier is Miraias en dat 1-2'tje lukt hem net een beetje geklutst bij mijn verdediging. En Miraias maakt dan de 2-1. En dan zijn we er dus helemaal klaar mee. Hier is Emanike in de tweede helft. Emenieke, Emanike, Emenieke. Oké, okay, we lopen gewoon door. Want de keeper doet geen fuck. La, 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 la. Oké, okay, genoeg gezongen. Dit is de real deal. Het staat nu 2-2. Hier is Martins. En we hebben Tsubia erin gezet natuurlijk. En we hebben Doumbia er weer in. Hier in Tsubia. De man van 2 meter. Super sterk. Blijft ervoor. Is niet eens zo snel. Maar scoort gewoon de 3-2. En dan als het nog niet klaar is. Dan hebben we hier een ingooi. Hier is Martins. Kijk dit. Tsubia met een bal naar Martins. Wat een bal van Tsubia naar Martins. En we tikken hem er gewoon in. 4-2. Dit was het voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. 1750 likes en meteen weer een nieuwe video. Deze kerel die zal gaan ragequit. Omdat hij 4-2 achter staat. En tot de volgende keer. Jullie zijn awesome. Spooky Army, out.